Lee, jij bent bestuurslid en medeoprichter van FemFusion. En FemFusion heeft dit jaar 5 debatten georganiseerd. Of is het aan het organiseren? Is dit het begin van een lesbisch jaar? Ja, dit is definitely het begin van een lesbisch jaar. Het jaar van de lesbische emancipatie. Tenminste, daar gaat FemFusion zich uit voor maken. Gelukkig met heel veel samenwerkingspartners. En we sluiten verbanden waar we ze kunnen vinden. En gelukkig zijn er heel veel organisaties en dames bereid om mee te doen. Dus ja, het jaar van de lesbische emancipatie. Wat wil je daar concreet uit naar voren krijgen? Nou, ik wil sowieso dat de maatschappij, die overwegend hetero is, lesbische vrouwen beter leert kennen. Dat lesbische vrouwen elkaar beter leren kennen en dat er wederzijds begrip ontstaat. En ook een beetje liefde. Een beetje liefde? Ja. Je bent nog op zoek naar een vriendin? Nee, ik ben netjes getrouwd. Maar ja, wederzijds begrip. Ik bedoel, we praten altijd over tolerantie. Maar tolerantie is zo'n koud begrip, vind ik. Zo van, ja, ik tolereer dingen die ik eigenlijk niet zie zitten, maar je moet er maar mee leren leven. Terwijl lesbos ook heel leuk zijn en ook heel veel waardevolle bijdragen leveren aan de samenleving. En vaak zijn die nu nog onzichtbaar. Dus wij willen ze en zichtbaarder zien te krijgen. En ervoor zorgen dat er zo wat meer liefde tussen de groepen ontstaat. Odiel, jij bent net bij het lesbisch debat geweest. Het eerste in een serie van 5 lesbische debatten, georganiseerd door FemFusion. Het eerste debat ging over onderzoek. Wat is jouw, wat is jouw gevoel naar het eerste debat? Ja, dat de onderzoeken op een laag pitje hebben gestaan. En na al die jaren van het bestaan van COC, lesbisch archief, dat je eigenlijk hebt van, zijn er onderzoeken überhaupt gedaan en waar liggen die dan? Ja, blijkbaar ergens in een kelder in Amsterdam. Vind ik dat daar weinig voor vrouwen gedaan is. In al die jaren, als je beseft hoe lang de emancipatie bestaat, dat het lesbisch zijn een beetje ondergeschoven kindje is geweest. Vera, jij bent vicevoorzitter van COC Nederland. Als eerste vrouw op zo'n extreem hoge positie binnen COC, moet ik even bijzeggen. Je bent net ook bij het debat aanwezig geweest over onderzoek naar lesbiennes. Wat is jouw conclusie een beetje na 2 uur debatteren? Dat we het allemaal eigenlijk belangrijk vinden dat er specifiek onderzoek komt naar lesbische belangen en lesbische problemen. En wat ook heel belangrijk is, en daar was net iets te weinig tijd voor, dat we ook verbindingen met elkaar moeten leggen. Onderzoek is geen doel op zich, projecten ook niet. Dat doe je uiteindelijk om beleid te maken en om gedrag te beïnvloeden. En daarvoor doe je het. En ik heb het idee dat met de grote opkomst die er is, dat iedereen het erover eens is dat lesbisch onderzoek meer aandacht verdient. Waar zitten volgens jou de echte problemen? Ja, we hebben het vandaag over problemen gehad. En dan denk ik, ik praat niet graag vanuit een probleemsituatie. Want voor heel veel lesbos hebben geen problemen. Dat zeggen ze altijd. Dat betekent niet dat er niet nog veel moet gebeuren. En dat betekent ook niet dat er dingen mis zijn en dat dingen beter kunnen. Maar waar liggen de problemen? Ik denk dat een van de problemen waar we vandaag een vinger op hebben gelegd, is dat de zichtbaarheid dus echt een probleem is. Want als er problemen zijn, zijn we niet zichtbaar genoeg om die in beeld te brengen. U hebben het ook gehad over hand in eigen boezem steken. Zou jij dat ook doen? Ja, je moet natuurlijk altijd naar jezelf kijken van hoe sta ik in deze situatie, plaats van te gaan vingerwijzen. Ja, want die of die doet dat niet. Als je zelf niks onderneemt, gaat er ook niks gebeuren. Dus dat, ja, daar kan ik in komen. Maar doe jij bijvoorbeeld ook iets aan lesbisch meer zichtbaar zijn of als vrouw meer zichtbaar zijn? Als vrouw meer zichtbaar zijn, ik ben directeur van een bedrijf genaamd 11 Medias, 11 met een V. En daar zetten wij producties op voor door een overvrouw, maar dat is het algemeen. Om stereotypering tegen te gaan en projecten dus op te zetten om te kijken hoe je dat kan doen en vooral gericht op tv. Daarnaast, ja, ik ben zelf lesbisch, dus ja, dan voel je altijd aangesproken als het daar iets mee te maken heeft. Dus daar wil ik wel kijken of dat wij eventueel met FemFusion iets kunnen samen doen om die beeldvorming te veranderen. Wat heel belangrijk is, en daar hebben wij een rol als COC in, om te zorgen dat projecten en activiteiten gericht op de lesbische vrouw hoog op de politieke agenda blijven. Want dat is voor ons natuurlijk belangrijk. Het moet hoog op de agenda zijn. Dan komen de projecten, dan is er onderzoek. Nu volgt het COC nu al een jaartje of 3, 4. En het is me opgevallen de afgelopen 3, 4 jaar dat zeg maar wat er naar buiten komt, voornamelijk gericht is op mannen. Het zijn vooral mannendingen. Gaat er nu met jou als vicevoorzitter daar verandering in komen? Ga jij strijden voor de lesbiennes binnen de homogemeenschap?
Ik ben er ook voor de lesbische vrouw, absoluut. Maar ik ben er ook voor de transgender, de biseksuele en de homoseksuele. He, dus daar ga ik geen onderscheid in maken. Maar ik denk wel dat het een voordeel is dat er een vrouw is als vicevoorzitter. Omdat je daar toch ja, van nature daar waar je wat meer op richt. En het volgende nummer van ons, het is ons CWC-blad, wat in april verschijnt, staat helemaal in het teken van de lesbische vrouw. Nou ja, op zich heb je daar wel een punt. Ik ben dan zelf hartstikke lesbisch. Nu bijna 3 jaar uit de kast. Dat is op zich nog vrij kort. Ik zou alleen nog steeds niet weten waar ik een vrouw vandaan moet halen. Femfusion.nl. Kan je daar gewoon een beetje rondsurfen? Ja, je kan daten, chatten, van het forum gebruik maken. Het laagdrempelige, dat mis ik heel erg erin. En bedoel je dan dat er meer uitgaansgelegenheden zouden moeten zijn of ontmoetingsplekken? Het laagdrempelig contact. Voor mannen, je maakt een gratis profieltje aan en je bent klaar. En je gaat in een willekeurige kroeg staan. Ik bedoel, je loopt de reguliers in Amsterdam en je hebt zo een kroeg gevonden. Ik vind het moeilijk om de vrouw te vinden. Het is hartstikke moeilijk om de vrouw te vinden. In real life wel. Ja, dat klopt. Je moet de agenda gewoon een beetje uit je hoofd leren. Zo van de derde dinsdag daar en de vierde zaterdag daar. En dat moet je dan bijhouden. Zeker als je op zoek bent naar een vriendin, dat klopt. Maar is dat ook niet iets waar jullie vanuit de organisatie wat aan zouden kunnen of willen doen? We zouden het graag doen, maar daar hebben we ook hulp bij nodig van de lesbos zelf. Een van onze dromen was eigenlijk een Femfusion huis in elke grote stad. Nou ja, eigenlijk is dat nog steeds een droom van me, maar het is heel moeilijk te realiseren. Maar dat is nog wel iets waar ik voor zou willen gaan, ja. Als ik zo zeg maar kijk naar de dames op televisie die dan voor homoseksueel door zouden moeten gaan, zijn ze allemaal biseksueel. Ja, daar heb ik als lesbisch wijsje helemaal niks mee, niet zo heel erg veel mee. Zijn jullie ook daarvan bewust en gaan jullie daar ook bijvoorbeeld stap in ondernemen om dat de lesbische vrouw meer naar de voorgrond te krijgen? Ja, waar we mee bezig zijn, het begint natuurlijk eigenlijk al bij de coming out hè, van meisjes. Dus wat wij doen is we begeleiden jongeren, zijn allerlei projecten. We geven ook lezingen op scholen, zodat er een stukje zelfbewustzijn ontstaat. Wat we ook doen is in multiculturele projecten participeren. En op basis daarvan leg je wel een goede kiem, zodat die mensen, die jonge meisjes, later ook er gewoon wat makkelijker voor uit kunnen komen. Dus dames, wees zichtbaar op je eigen manier. En doe mee. En verkondig ook gewoon ja, dat lesbos niet heel erg apart zijn altijd, maar ook gewoon. En leuk. Dankjewel.